hanem népvándorlás fenyegeti Európát. Tilos kimondani, hogy 10 milliós tömegek állnak készenlétben, hogy meginduljanak felénk. Viktor Orbán noemt zichzelf een revolutionair en hij schuwt de confrontatie niet. In deze toespraak zegt Orbán dat Europa niet vrij is, omdat de waarheid daar niet gezegd wordt. Volgens de premier van Hongarije is het verboden om te zeggen dat vluchtelingen eigenlijk gewoon migranten zijn. Dat ze geweld en terreur meebrengen en dat ze een bedreiging vormen voor de Hongaarse cultuur met haar christelijke waarden. Tilos kimondani, hogy a korábban érkezettek beilleszkedés helyett már saját. De regeringspartij Fidesz van Viktor Orbán heeft haast 2/3 van het parlement in handen. En zelfs van de kleine, zwakke oppositie is de helft het eens met zijn vluchtelingenbeleid. Sinds Orbán aan de macht is, wappert de nationale vlag weer volop in Hongarije. Letterlijk. Je ziet sowieso dat de Hongaarse vlag een steeds belangrijkere rol is gaan spelen in deze regering, bij deze regering. Ze hebben al eerder aangenomen dat alle scholen, eigenlijk alle officiële gebouwen, bijvoorbeeld de Hongaarse vlag moeten voeren. Dat was oorspronkelijk ook niet zo. De twee gele trammetjes die langs het parlementsplein rijden, midden in Budapest. Runa Hellinga, correspondent in Hongarije. Het is een neogotisch gebouw, eind 19e eeuw gebouwd. Op het moment dat Hongarije op het hoogtepunt was van zijn economische en politieke macht. Angst voor buitenlanders in zijn algemeenheid. Dat vluchtelingen van plan zijn om Europa over te nemen en Europa een islamitische regio te maken. Dat is echt de boodschap die mensen ingepeperd krijgen. Je merkt het vooral op het platteland, in de kleine dorpjes in Midden-Hongarije. En hier zien we ook allerlei affiches van de regering in de kleuren van de Hongaarse vlag. Rood, wit, groen. Laten we geen risico nemen. Stem nee op 2 oktober. Affiches in de kleuren van de Hongaarse vlag die ook moeten aangeven dat het geen politiek referendum is, maar een referendum van nationaal belang. En het wordt helemaal door de regering gefinancierd, al deze dingen. Ja, dus ze gaat stemmen en ze gaat nee stemmen. Maar niet ezekből. Tehát mindenki, de ezeket nem. Ze zegt van we houden van iedereen, maar niet van deze mensen. Ze doelt op de migranten. Die wil ze absoluut niet in het land hebben. Waar is ze eigenlijk bang voor? Terroristáktól, a robbantástól, meg ezektől, amiket csinálnak. Dus aan de ene kant het terrorisme, ontploffingen en dergelijke. Aan de andere kant, ja, zij krijgen heel veel steun en dergelijke. En wat krijgen wij voor steun? We krijgen niets. Er staat niks op onze tafel en we krijgen geen steun. Het is könyörgök, ők verik az asztalt, a pénzért, az ellátásért, mindenért. Mi mit kapunk? In de dorpen en steden vinden in aanloop naar het referendum veel politieke bijeenkomsten plaats. We hebben net een bijeenkomst gehad van Zsolt Beyer. Een columnist, opiniemaker, ook een van de oprichters van de regeringspartij, Fidesz. Vriend van Viktor Orbán, de premier. Het was eigenlijk een soort openbare haatcampagne. Beyer begon zelf ook over Hitler. Hij zei van ja, een jaar geleden zeiden ze in Oostenrijk, vergeleken ze Hongarije nog met de Hitlerperiode en zo. Maar je ziet nu overal in Europa steeds meer mensen die zien dat wij gelijk hebben. Het witte ras plant zich niet voort en dreigt dus uit te sterven. En op dat moment wordt dat dan ook nog een vluchtelingencrisis op de hals gestuurd. Ik zag ook veel geknik in de zaal. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat inderdaad echt zo voelen. Het Hongaarse ras, het witte ras, dat is toch iets bijzonders wat verdedigd moet worden en waar we ons zorgen over moeten maken. En dat is, dat is in Nederland. Zullen natuurlijk ook mensen dat misschien wel denken, maar toch minder snel inderdaad zeggen. Dat is in de politiek buitengewoon incorrect. Maar politieke correctheid is hier niet in de mode. Dat, laten we het zo zeggen. Stop! Stop! Stop the violence! Stop! Stop!
Er is geen serieuze politieke oppositie. De oppositie is simpelweg te verdeeld om echt een vuist te kunnen maken. Wel is er een ludieke tegencampagne gestart. De tweestatige hondpartij heeft met crowdfunding geld opgehaald en zelf ook posters opgehangen. En hier staat, wist u dat, als je 42 zwarte en witte paarden met elkaar kruist, dan krijg je 42 zebra's. Het zijn allemaal een beetje rare, krankzinnige teksten erop. En daar staat dan ook onder, op een stomme vraag krijg je een stom antwoord. En dat is dus, dit is de stomme vraag en het stomme antwoord. Het is natuurlijk ongelooflijk moeilijk om tegen die hele propagandamachine van de regering, die echt zich niet tot affiches beperkt, maar die overal in de krant, op de radio, op de televisie, je wordt constant ermee doodgebombardeerd. Oud-premier Ferenc Gyurcsány van de Democratische Coalitie spreekt zijn aanhang ook toe. Hij behoort tot de politieke oppositie. En volgens hem gaat het referendum helemaal niet over vluchtelingen. Ze willen hooguit de grens met Hongarije gebruiken om verder te trekken naar West-Europa. Dus dat hele referendum gaat niet over vluchtelingen. Een anderhalf jaar geleden verloor deze regering aan populariteit. En sinds die tijd zijn ze eigenlijk allerlei dingen gaan doen. Hebben ze die vluchtelingenkaart gevonden om zichzelf weer populair te maken. En dat is ook iets wat ze levend willen houden. Dat is de ene kant. Aan de andere kant denk ik dat Orbán ook zichzelf duidelijk ziet als de, of in ieder geval een nieuwe leider van het Europese blok van soortgelijk denkende politici. Denk aan Wilders, denk aan Le Pen, Kaczynski in Polen. En dat Orbán daar zichzelf echt wel een leidinggevende rol in toedicht, in die beweging.